Dan wil ik graag nog even iets zeggen over het programma. We hebben ook deze keer weer meerdere vrouwen gevonden om presentaties voor ons te doen. En dat vind ik heel knap. Maar voor de opening hebben we een hele bijzondere vrouw. Want het komt niet vaak voor dat iemand zegt, talk nerdy to me. Heb je alles al gezien, al die sluitvatten? Nou, maar gaan we gewoon opzij. Dus, iets met DIVD. Wie weet niet wat DIVD is. 2, 3 mensen. Nou, dat moet je misschien even uitleggen zo. Ja. Ik denk dat we wel kunnen beginnen. Dus, Lucinda. Talk nerdy to me. Nou, dankjewel voor deze introductie. Nou, voor degenen die niet weten wat DIVD is, dus het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, is een vrijwillige hackersgroep. Er zijn met ruim 100 mensen. En zijn allemaal heel vrijwillig bezig om het internet veiliger te maken. Ja, jullie hadden gevraagd of ik hier een presentatie wil komen geven. Ik ben natuurlijk geen techneut. Ik heb een communicatieachtergrond. Maar ik vind het altijd wel heel leuk om met hackers en nerds te werken. Ik dacht, ja, wat gaan we hier nou vandaag doen? Jullie gaan natuurlijk gewoon heel erg veel nerds tegen mij praten. En wat voor woorden ga je dan tegen mij roepen de hele dag als ik met nerden praat? Dan roepen ze, USB-poort. Dat probeer ik niet opgewonden te raken, maar... Of red teaming. Of moederboard. Dus ik denk, daar ga ik er gewoon bij zitten. Dan denk ik, oké, kom maar door met al die nerdtermen. De ergste is nog penetratietest. Oh mijn god. Jongens, het is nog vroeg. Oké, en de ergste van allemaal. Fix mijn print. Die doet pijn, hè? Oké. Ja, ik weet, jullie kunnen het allemaal, maar dat betekent niet dat je het ook echt hoeft te doen, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik heb wel een leuke meme voor jullie opgezocht. Just because I'm a programmer doesn't mean I can fix your printer. I mean, I can fix it, but not because I'm a programmer. Jullie zijn natuurlijk zoveel meer dan alleen maar printerfixers. Ik bedoel, dat weet ik ook wel. Computernerds, communicatiemensen. Ik probeer altijd een beetje een brug te slaan. Tussen onze twee werelden. Hè. We zijn eigenlijk niet zo heel erg verschillend van elkaar. We zijn eigenlijk ook gewoon nerds op ons eigen vakgebied. Hè? Doe toch communicatie? Zeg eens wat. Praat eens nerds. Oké, nou wat doe ik dan? Ik heb me gespecialiseerd in iets dat heet cybercommunicatie. Ik weet ook niet precies nog wat het is. Want cyber is zo'n heerlijk buzzword. Daar kan je natuurlijk van alles van maken. Hè? Ik ben een beetje erin gedoken om te kijken, nou, waar komt dat hele cyberwoord nou eigenlijk vandaan? Want als je dat dan opzoekt op Google, dan krijg je natuurlijk zo'n hele lijst. Cyberpunk, cyberhunter, what did cyber mean? Nou ja, weet je, dus je kan er alle kansen mee op. Hè? Het is echt een heerlijk woord. Je kan alles vercyberen in deze wereld. Cybersecurity Nederland, cybercel, cyber Friday. We hebben zelfs Cyber Monday, was het gisteren volgens mij. Ja. Cybertruck hebben we ook nog van Tesla. Maar goed, dan ga je een beetje verder zoeken. En dan kom je dit tegen. The term cyber has been around for decades. Ja, nee, daar schiet ik wat mee op, jongens. Nee, natuurlijk. Net iets als de Rolling Stones. Die zijn er ook altijd. Ik bedoel, die zijn er ook around for decades. Maar wat betekent het dan eigenlijk? Waar komt het dan eigenlijk vandaan? Nou, dan ga je hier naartoe zoeken. Cybernetic. Nou, in 1992 in the meaning defined above. First known use of cyber was in 1992. Ja, volgens mij klopt dat niet helemaal. Volgens mij is het wel eerder gebruikt. Ik weet niet, heeft iemand daar actieve herinneringen aan? Het eerste gebruik van cyber, ja? Ja, je zegt hier al heel... maar verklaar je nader. Er zijn rollenspellen die voor die tijd al cyberbased zijn. Ja. Dus dit klopt eigenlijk niet natuurlijk. Ja, in de science fiction wereld natuurlijk kwam het al veel meer voor. Nou ja, en als je dan verder gaat zoeken, dan kom je cyber as a prefix used to describe a person, thing or an ID, part of the computer and information age, taken from cybernetics.
Kabinetis. Dat is dan weer een Grieks woord. Het wordt steeds ingewikkelder. En dat betekent dan Steersman of Governor. And was first used in cybernetics, a word coined by Norbert Wiener. Nou ja, dan ga je dus down the rabbit hole en dan ga je dus opzoeken waar komen dan de godsnaam uit bij Norbert Wiener. A.k.a. de verstrooide professor. De man was een wiskundige en die heeft zich dus gespecialiseerd in cybernetisch. Dus wijs leuke zoektocht, weder de geschiedenis van de cyber terechtgekomen. Nou ja, en dan als je dan weer teruggaat naar een paar jaar geleden, dan kom je dus hierbij. Denk je, hoe zijn we in godsnaam van deze meneer naar deze terechtgekomen? Ik weet niet, heb je nog wel eens... Wat zeg je over inkomst? Ja, ken je dit nog of niet? Dit was de opening van de HSD, van de Hague Security Delta, waarbij ze dus destijds de minister opstelt op een rode knop lieten drukken van... Heel cyber. Heel cyber. Wat zei hij ook alweer? De cyber. Dit is de cyber. Bop, 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 bop. Zo. Ja. Ja, was een mooi moment. Maar goed, dus dan heb je daar dus vier van die blanke mannen in stropdassen en zo. En dan, dit is dan de opening van de cyber. En dan ga je dus nog verder zoeken en dan kom je dus allemaal van dit soort rare plaatjes tegen. Dan denk je, is dit al cyber, weet je? Ik weet het niet, ik heb dit eigenlijk nog nooit in het echt ergens gezien, maar op een gegeven of andere manier hebben we allemaal verzonnen dat het er zo moet uitzien. Ik heb in al mijn jaren dat ik binnen cybersecurity werk dit nog nooit... Zeker niet met die hoodies en die maskers en zo. Ik probeer daar altijd heel erg tegen te ageren in al mijn communicatieuitingen. Dat ik zeg, ik wil niet die standaard dingen, niet de standaard... Wat zeg je? Ja. Ja. Dus, nou ja, weet je, en als je dan... Hey, ik mis er eentje. Oh ja, hier. Ja, cyber is echt wel heel erg hip en alles moet vercyberd worden. We hebben natuurlijk... Een Nederlandse cyberstrategie, een overheidsbreed cyberprogramma. Tesla heeft een cybertruck. We hebben het over cyberspionage. Cyber is eigenlijk gewoon niet meer weg te denken uit de wereld. Zelfs cyberdiplomatie hebben. Ja, weet je, je kan alles vercyberen. Maar er is in 2015 of is het al iemand geweest die zei... Ja, godsnaam, houd toch op met dat woord cyber. kap daar eens gewoon mee. Want het is gewoon echt een nikszeggend woord. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Het is echt gewoon een lege huls. En als je dan gaat kijken naar dat cybernetica... is het eigenlijk één woord. En daar hebben ze dan dat cyber weer van afgeleid. Ja, er is zelfs een cybersecurity woordenboek. Zie Hans Joort schudden buik hier zo. Die denkt, ja, dat is echt af onzin. Ja. Maar het is echt wel heel handig voor mensen die dus niet zo bekend zijn in de cybersecurity. Die daar dan gewoon bijvoorbeeld kunnen opzoeken wat dan zo'n penetratietest is. Of red teaming, of nou ja, wat je daar dan precies allemaal onder kan verstaan. Er is schijnbaar behoefte aan. Dat zou ook niet helpen. En we hebben zelfs dit jaar een verkiezing gehad van het cybersecurity woord van het jaar. Nou ben ik benieuwd of iemand het cybersecurity woord van het jaar weet. Was een goede kanshebber. Ik probeerde er niet in mijn presentatie te laten terugkomen, maar het is mislukt. Nee. Nog een kans. Iemand? Francisco, weet jij het toevallig? Nee. Ook niet. Nee, geen idee. Oké. Okay. Nou, dit waren de kanshebbers. Die zijn het dus niet geworden. Cloud watervrees, jongens. Je verzint het niet. Je verzint het niet. Ja, er was nog een kanshebber. Whispergate. Maak me gek. Ja, er was nog eentje. Cyclotron. Ja, dat heeft volgens mij iets met overheid te maken. Overheidsprogramma. Password spraying. Hij is het ook niet geworden. dit zijn dus mensen geweest die hebben dit soort woorden dus ingezonden om als kanshebber op het cybersecurity woord van het jaar. Dit zijn dus mensen die hier echt over nadenken. Chef Sagge. Oh ja, dat is ook zo'n lege huls woord. Dat betekent dat cybersecurity moet tot in de boardroom moet worden doorgedrongen. En dat moet chef Sagge worden, zeggen we dan altijd. Hè? Ja. Security per TXT. Nou ja, dat is natuurlijk niet echt een woord, maar dat is meer iets wat we gewoon allemaal moeten doen. Dus dat is gewoon noodzakelijk. En
keten kwetsbaarheid. Ja, allemaal hele mooie woorden. Maar goed, wat is het nou uiteindelijk geworden, het cybersecurity woord van het jaar? Cyberschaamte. Cyberschaamte, jongens. Het cybersecurity woord van het jaar. Maar wat betekent het nou eigenlijk, Hans? Heb jij enig idee? Heb jij wel eens last van cyberschaamte? Als je onder de douche staat? Nee. Bij de sauna, dat je dan denkt, ik heb zo last van cyberschaamte. Vooral cyberschaamteloos ben jij, ja. Ja, denk ik ook. Nee, cyberschaamte betekent dat je bang bent en je schaamt als je op een phishing link bijvoorbeeld hebt geklikt. Of als je toch gehackt bent, maar eigenlijk niet zo goed over durft te praten. Dus je denkt, ja shit, ik had gewoon natuurlijk alle sporen moeten hebben. En ik had natuurlijk een wachtwoordkluis moeten gebruiken, maar heb ik niet gedaan. En ja, en ik heb overal hetzelfde wachtwoord gebruikt en nou ben ik gehackt. En nou heb ik heel erg last van cyberschaamte en wil ik dat eigenlijk niet goed. Ja, echt terecht, hè. Vind ik ook. Dus eigenlijk, als ze last hebben van cyberschaamte, moeten ze eigenlijk nog dieper gaan invrijven. Cyber-victim-blaming. Dat is misschien het woord van volgend jaar. Zo, ja. Je kan ze insturen ergens. Maar goed, dus de uitleg hierbij van de jury was: wil je maatschappelijke grote problemen als ransomware sneller kunnen aanpakken, leiderschap tonen, zowel in je organisatie als in de boardroom, en je medewerkers bewuster maken, dan moet je cyberschaamte snel plaats maken voor openheid. Kijk, en dat openheid, daar raken ze natuurlijk weer een ding wat ik heel erg altijd propageer. Is, talk nerdy to me, vertel gewoon waar je mee bezig bent, wat er aan de hand is. Praat gewoon open en eerlijk over technische dingen, hacks, kwetsbaarheden. Want daar worden we alleen maar beter van, allemaal. Zeker. Maar dan moet je wel je kleren aanhouden. Anders krijg ik last van plaatsvervangende cyberschaamte. Nou ja, ik krijg in dit soort termen altijd in de cybercommunicatie hebben we altijd heel erg veel last van allemaal van die open deuren, weet je. En allemaal van de wereld is in rap tempo aan het verdigitaliseren, zeggen dan altijd. Ik denk, nee, echt. Internet is noodzakelijk. We kunnen niet meer zonder. Oh, echt? Nee. Maar goed, gebrek aan kennis is vaak zo zwak. Het gaat mis omdat mensen de juiste terminologie niet snappen. Omdat ze zich schaamden, als ze bijvoorbeeld een phishing mail niet hadden gezien. Die terminologie is natuurlijk wel een ding, hè. Ik bedoel, ik maak natuurlijk grapjes daarover. Is dat red teaming, penetratietest, phishing, et cetera. Ik merk wel dat sinds ik begonnen ben in cybersecurity in 2015, dat er wel in rap tempo veel meer mensen die termen zijn gaan snappen. Omdat er ook veel meer over gepraat wordt. En als je dan hebt over, ja, mensen moeten weerbaarder worden tegen cyberincidenten en tegen phishing. Wel weten waar je het over hebt natuurlijk. En dan moet je het ook wel echt begrijpen. Dus dat schamen, dat is eigenlijk niet zo nodig als we daar gewoon wat meer en met z'n allen over praten. Talk nerdy to me. Ja, dit is, hier moest ik gelijk aan denken, ik weet. Shame, ja. Dat als je dan op een phishing link hebt geklikt, dat je dan zo door een bedrijf wordt. Shame. Ja, nee, dat gaan we dus maar niet doen. Nee, cyberschaamte. Maar goed, ik heb nog helemaal niet verteld wie ik ben nou. Mijn naam is Lucinda, ik communiceer met, voor en door hackers. Ik heb dat gedaan bij de NCTV, NCSC, bij Fox IT, ZCERT. En nu ben ik actief als hoofdcommunicatie bij DVD. En werd ik freelancer bij KPN Security. En ik heb thuis een hond en 3 kinderen en een man. En we zijn net verhuisd. Dus heel gezellig allemaal. om even iets uit te leggen over hoe ik in de cybersecurity ben beland. Want dat is misschien altijd wel leuk om te weten als er iemand voor je komt staan. En dan met name ook nog een vrouw. Om even maar die deur in te trappen. Waar ze het dan in godsnaam over heeft en hoe ik dan in die cybersecurity ben beland. Nou, daarvoor moeten we terug naar 2004. Nou, wat gebeurde er in 2004? André Hazes overleed. Theo van Gogh werd vermoord. We hadden een verschrikkelijke tsunami. We hadden Olympische Spelen in Athene. En Griekenland won het EK. Maar goed, dat is sport misschien voor hier niet zo heel erg relevant. In 2004 studeerde ik af aan de School van Journalistiek. En belandde ik bij diverse dagbladen als journalist.
Ik schreef voor onder andere Daagse Courant, Dag Middagblad. Ik heb voor de Telegraaf gefreelanced. En ja, we hebben allemaal leuke stukken geschreven. Niet zozeer over techniek op dat moment nog, maar voornamelijk interviews, human interest stories. En ja, gewoon daar leerde ik de journalistiek in de praktijk. Wat altijd heel goed is om een verhaal over te kunnen brengen en door te kunnen vragen. En ook als je dingen niet begrijpt, gewoon door blijven vragen totdat je het wel begrijpt. En ook de juiste mensen aan je weten binden die dan dingen kunnen uitleggen. Dat is in de security ook heel erg handig. Zeker als je nieuw bent. Je denkt, wat betekent dat eigenlijk allemaal? Ja, help me. Talk nerdy to me. In 2008 stapte ik over naar de Rijksoverheid. Daar beland ik hier in deze fantastische ruimte. Dit is het Nationaal Crisiscentrum. De oude ruimte nog destijds, met het oude ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Nationaal Crisiscentrum had een onderdeel en dat heet het Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie. Wat hadden we nou gezegd? Serieus. Kom maar even hier, kom maar even hier. Shame. Expertise voor risico- en crisiscommunicatie. En daar belandde ik als journalist. Ik had geen idee wat ze aan het doen waren. Ze wilden mij hebben. Ze zeiden, kom jij voor ons werk? Ik zei, ja, is prima. Lijkt me heel leuk. Ik weet niet wat jullie doen, maar dat leer ik vast wel in de praktijk. En daar heb ik 8 tot 9 jaar uiteindelijk gewerkt. En door diverse reorganisaties belandde ik uiteindelijk bij de NCTV. Die dan net samen was gegaan met GovShirt, dus NCSC. Ik weet niet of jullie dat allemaal weten. Ik heb hier ontzettend veel incidenten meegemaakt. Crisiscommunicatie in de praktijk gebracht. En een van de allerergste dingen was dit. De vliegramp met MH17. Dat heeft echt wel een keerpunt betekend in mijn carrière. Want dit was zo verschrikkelijk dat ik dacht, ik wil dit eigenlijk niet meer doen. Ik wil niet meer crisiscommunicatie doen over heftige incidenten. Zoals we hadden toen in korte tijd heel veel aanslagen in Parijs, in Brussel, Zaventem. En dit als kerst op de taart. Ik was net moeder geworden van de derde. En dit is gewoon niet meer wat ik wil doen. Ik wil iets doen waarbij ik dus wel de actualiteit van de journalistiek een beetje in de praktijk kan brengen. Maar niet met al die verschrikkelijke ellende en die zinloze doden. Ik heb hier echt serieus last van gehad. Daar ben ik overheen gekomen met bedankt aan de nerds van het NCSC. Want na een korte periode afwezigheid ben ik bij hun terechtgekomen. Toen zeiden ze, nou ga jij dan even lekker reïntegreren bij de, bij de nerds. Dat vinden ze vast gezellig, zo'n leuke blonde dame daar zo. En dat vonden ze ook. Alleen, wacht, ik ga te snel. Een van hun eerste verhaaltjes daar was over hun een incidentenbestrijdingsbus. Of hoe noemen we dat? Een incidentenbus waarmee ze toen wilden ze nog naar allerlei bedrijven toe gaan om daar... als ze gehackt waren of te maken hadden met ransomware of zo, dat ze dan een busje met nerds daarheen stuurden. En ik dacht, nou, dat ziet er dus zo uit. Dan denk ik, wow, ik ben helemaal fantastisch. En ik wow, nou, dan komen dus gewoon als een soort van brandweermannen A-team, komen ze dan in van die stoere heldenpakjes. En dan gaan ze het incident te lijf, gaan ze de cybercriminelen eruit slaan en zo. Maar goed, dit was het dus. echt heftig teleurgesteld hier, jongens. Maar wel gelachen met ze, want natuurlijk, hoe werd het in de volksmond genoemd? Iemand? Nee, een uitrukbus. Afgekort, de rukbus. Cyberfan was mooier geweest, maar dit was dus de rukbus. Nou, de toon was gezet binnen cybersecurity, binnen het NCSC. En ik werd er graag gezien, de gast daar zo. En ik ging de jongens daar interviewen, want er waren voornamelijk daar natuurlijk nog mannen. Ik beheerde hun website en ik deed hun communicatie ook voor de cyberstrategie. Cybersecurity Build Nederland heb ik daar gedaan, et cetera, et cetera. Maar goed, dit is een beetje hoe zij voor instantie op mij reageerde daar. Als ik daar binnen kwam huppelen, zo door die beveiligde deur heen. Dan zag je al die gasten zo onder een bureau duiken. Zo, first you duck and then you cover. En dit gingen ze als een soort kippen zonder kop rondrennen. Oh mijn god, een vrouw. Maar daar wenden ze al vrij snel aan. Ik had daar heel graag willen blijven. Alleen dat lukte niet door allerlei reorganisaties. En toen zei ik, nou oké, dan ga ik dus gewoon...
weer ergens anders heen. Toen ben ik bij Fox IT terechtgekomen, daar een communicatie gedaan en ook daar een hack meegemaakt. Want wie weet nog dat Fox IT ook is gehackt in 2017, ja, een man-in-the-middle-aanval. Later ben ik bij ZCert terechtgekomen en nu bij DVD en KPN. Dus ik heb heel wat omzwervingen gemaakt, maar wel overal heel erg goed samengewerkt met nerds. En ik hou ervan. Terug naar cyberschaamte. Ja, ik wilde toch weer terug een beetje naar de cyberschaamte. Want mijn paradepaardje is altijd, praat erover. En ik heb een tijdje terug een enquête gedaan, ook voor de One Conference waar ik heb gesproken. En daar 106 reacties volgens mij op gekomen, ook van allerlei organisaties, bedrijfseigenaren, CISO's, et cetera. En ik zei, wat zijn nou de argumenten die je kan gebruiken om vooral niks te zeggen? Want dan ga je over die cyberschaamte. Nou, waarom zou je eigenlijk je mond houden over een incident? En de meest gehoorde argumenten waren toch, ja, erover praten zou de reputatie kunnen schaden van onze organisatie. Vind ik discutabel. Want ik vind als je er niet over praat, dat het meer schaadt. En als het dan uiteindelijk uitkomt, dan is je reputatie helemaal naar de kloten. Dus gewoon open en eerlijk erover communiceren. Dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Ja, je zal misschien een beetje een shitstorm op social media over je heen krijgen. Maar ja, weet je, die is na de volgende dag ook alweer uitgelekt. Als André Hazes junior weer met een of andere vlam online komt. Dus er is niet zo heel veel aan de hand. De volgende argument was niemand die het merkt. Dus waarom zou ik slapende honden wakker maken? Ja, dat is natuurlijk ook heel boeiend. Want daar hebben we natuurlijk ook weer over het begrijpen van wat er eigenlijk aan de hand is. In de hele cybersecurity IT-wereld. Is als je het niet ziet. Ja, is het er dan wel? Moet ik er dan wel over praten? En we willen andere cybercriminelen niet wijzer maken. Ja, die vond ik heel interessant. Ik zie Hans zo schudden met zijn hoofd. Ja, dat vind ik ook heel boeiend. Want ik denk, ja, oké, als ze eenmaal binnen zitten bij jou, dan gaan ze niet nog meer. Ik bedoel, ik zou ook wel twee keer nadenken als cybercrimineel om daar dan ook weer naar binnen te gaan. Maar goed. En daarnaast ga je er dan vanuit dat cybercriminelen in Nederlandse kranten lezen. Of websites. Ik betwijfel dat. Maar goed, ik sta ervoor open om me te laten overhalen. Dit was een filmpje, maar ik heb een organisatie dat ik die niet kon laten zien hier. Dus dat is heel jammer. Dat niet praten is trouwens wel echt een ding. Want de FBI heeft er laatst ook voor gewaarschuwd. En dat was een interview wat ik graag wilde laten zien. Dat zij zeiden, het verzwijgen van cyberaanvallen, van digitale aanvallen, is een silent crisis. Dus hoe moet je dat zeggen? Dat er gewoon niks over wordt gezegd. Dus we kunnen er ook niet van leren, we weten niet wat er gebeurt, we weten niet wat de impact is. Als iedereen het maar verzwijgt, ja, dan zijn we gewoon allemaal blootgesteld. En dat is gewoon ontzettend kwalijk. Dus in godsnaam, talk nerdy. En dit is Words Cloud, die ik gisteravond in elkaar... ik ben echt zo briljant in die dingen, not. dit zijn allemaal woorden die mensen gebruiken als ze zeggen... Ja, als je nou niet communiceert over een incident, hè, zoals dan de FBI eigenlijk ook graag wil dat we dat doen... Wat vind je daar dan van? Nou ja, en dat was dan niet slim, het is onnodig, het is onhandig, het is dom, het is egoïstisch. En eigenlijk word je gewoon helemaal kapot gemaakt als je er niet over praat. Dus wat doe je gewoon, je praat erover. Dat. Oh, hebben we dan ook nog een voorbeeld van de organisatie die het echt heel slecht heeft aangepakt? Ja, die kennen we ook nog wel. Ik zie mensen knikken. Ja, ja, ja. Dat was een ramp, toch? Ja, dat was echt verschrikkelijk. Equifax. Die man die is dus een van de weinigen die echt is aangeklaagd daarvoor. Dat bedrijf had te maken met een cyberaanval, heeft verzaakt om op tijd te patchen, heeft verzaakt om op tijd erover te communiceren. CEO's die voordat het bekend werd gemaakt hun aandelen gingen dumpen. Nou ja, echt alles wat maar mis kon gaan is daar misgegaan. Dus als je wil leren over hoe het vooral niet moet, zoek deze zaak op uit 2017. En dan weet je echt alles wat je moet weten, vooral hoe je het niet moet doen. Nou, ik ben hiermee aan het eind gekomen van mijn hopelijk vermakelijke verhaal. Voor wie het nog heel leuk vindt, we hebben hier een website met Wat zegt Ivo.
Dat is, die moet je even opzoeken. Het is jammer dat ik hier geen geluid heb, want het zijn ontzettend fantastische soundbites met het fenomeen van de cyber. Dus het is misschien leuk om een keer in een presentatie te gebruiken. Ik vond Ivo een geweldige minister. We hebben vooral heel erg om hem gelachen, laat ik het zo zeggen. Dus zijn er nog vragen, jongens, wat jullie had? De euro? Ja, die deel ik straks na afloop. Oké, dan komt mijn WhatsApp. Ja, dat kan op WhatsApp.nl, maar dat mag ik maar zeggen. Ja? Is de microfoon in de buurt nog? Volgens mij ben jij deskundig genoeg om antwoord te geven op de vraag, wat is incidentenbestrijding? Incidentenbestrijding? Ja, want ProRail heeft bijvoorbeeld een afdeling incidentenbestrijding. Klopt. En die komen pas in actie als het kalf al verdronken is. Ja. Hoe bedoel, incidentenbestrijding gaat daar toch aan vooraf? Ja, dat zou je zeggen. Ja, maar dat noemen we awareness. Ja, awareness noemen we vooraf. Maar incidentenbestrijding is inderdaad net als ProRail. Nou, we hebben hier Samadhi in de zaal. En die is incidentenbestrijder. Dus die gaat jullie daar straks van alles over vertellen. Dus ik schuif dat gewoon lekker op jou af. Mooi, nog een vraag. Nee, maar het is wel interessant dat je ProRail noemt inderdaad. Ja. Iemand anders nog? Als ik ga koffie drinken, ja? Als je nou zo'n mooi idee hebt over zo'n E-teambusje, ja. Waarom krijg je dat er dan niet doorheen? Ja, dat is, daar zit ik net niet genoeg hoog voor in de boom. Oh, ik dacht dat die IT'ers het niet ja, 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 nee, nee, helaas, nee, nee. Iemand anders toch? Nee, nou ja, dan bedankt. Ja, we durven niet. Ze hebben ook allemaal last van cijfers. Daar is nog een vraag. Goeiedag. Is er al een term, een nerdy term, langsgekomen die je nog steeds niet snapt? Ja, genoeg. En kunnen we die dan hieruit gaan leggen? Nou, ik kan zo niet een voorbeeld noemen, maar vast wel. En ik blijf vandaag ook nog wel eventjes hangen. En dan hoor ik weer genoeg nieuwe dingen die ik tot me kan nemen. Dus wat zie jij nou weer te lachen, Hans? Wat betekent mansplaining? Mansplaining, ja. Oh, nou, heb je even. Ja. Nee, nou, bedankt voor jullie aandacht.